Ik heb misschien een thema voor de burgemeester. Ons derde thema, namelijk energie en klimaat. We zien dat de overheden zich engageren om bepaalde klimaatdoelstellingen te halen en dat ze daarvoor allerlei maatregelen uitvaardigen. En onder andere EPC gemeenschappelijke delen is daar nu een maatregel van, die vanaf 1 januari 2022 verplicht wordt. Maar in het beleid zie ik ook vaak dat VME's eigenlijk over het hoofd worden gezien als het gaat over het opmaken van beleid of de toepasbaarheid van dat beleid. Het is meestal gemaakt voor grondgebonden woningen, zoals ik het noem. En meestal, behalve u dan, u bent de grote uitzondering, de Witte Raaf, maar meestal weten politici niet dat appartementsgebouwen zo ruim vertegenwoordigd zijn. En dat is nogthans een gigantisch patrimonium. Ja, klopt. Daar dus, moeten we iets mee doen. Sint-Niklaas, samen met het hele Waasland, wij maken deel uit van Waasland Klimaatplan, waarbij we dus ja, inderdaad onze klimaatdoelstellingen willen realiseren. Ik vat dat altijd samen met de drie grote V's. Hè. Dus verwarming, verlichting en vervoer. Hè. Vervoer, dat is het moeilijkste te beheersen en terug te dringen. Maar als we dan spreken over verlichting en over verwarming, denk ik dus dat we inderdaad, dan spreken we alleen over instellingen en bedrijven, maar ook over woningen. Dus dat we ook ja, dus, via de appartementen en via de syndicussen zouden daar ook meer aandacht en meer gerichte acties rond moeten ondernemen. Dus onze klimaatdeskundigen, onze klimaatadviseurs zouden daar ook denk ik een aantal goede voorbeelden moeten kunnen eigenlijk naar voren brengen die dan inspirerend kunnen werken dus voor iedereen.